stapt. Oké, nou we zijn dus in Londen. We zijn in Londen. Hoe heet deze? Nou ja, jij legt het uit. Ja, we zijn nu in Gatwick en we gaan nu hebben heel erg met afzetterij ons geld gechanged. Want het is echt oneerlijk hoeveel we krijgen voor wat gebieden. En nu gaan we even treintickets halen en gaan we met de Underground naar ons hotel. Ja, nou, dan gaan we even daar naartoe kijken. Ja, een klein spoortje dit. Maar niet op een sloppenwijk hier, joh. Nou, we zitten nou net voor Londen, toch eigenlijk, hè? Ja, ja. Het is een beetje moeilijk aan te geven, want Londen is gewoon best wel groot, zeg maar, toch? Ja, de bedoeling is voor mij is dit al Londen, maar dan is het... Nee, we zijn nog niet in Londen. Zuid-Londen, ja. Nee, als we in Selhurst komen, dan zijn we pas in Londen. Oké. Dit is nog allemaal Zuid-Londen. Nee, Zuid-Engeland. Zuid-Engeland, ja, oké. Onderweg dus naar Selhurst, zoals het heet. En daar vandaan pakken we weer de metro naar ons hotel. Underground naar ons hotel, ja. Ja. Hartstikke dan. Misschien straks een room. Fucking god, jongen. Jij niet? Echt helemaal fucking god. Maar ja, dat komt door jou, hè? 9 uur naar bed, zei je. Zijn we om 1 uur naar bed gegaan, uiteindelijk. Jup. Maar ja, gebeurt nou eenmaal, hè? Vanavond dus lekker slapen, dus. Ja, maar jij zegt al vanavond even editen en zo, tot 2 uur en zo. En ik denk van zo, ja. 2 uur, hè? Dan is het gewoon 3 uur in Nederland, hè? Ja, en dan moeten we opstaan om 8 uur, mooi in de benen voor het ontbijt. Met andere woorden, gaat het geen relaxe vakantie worden, maar een actieve vakantie. Ja, mooi zo. Oké, voor mij zijn we bij het station. Ja. En moeten we uitstappen en moeten we overstappen. We zijn nu London Bridge Station. En nog steeds zie ik geen brug. We zien er geen brug, inderdaad. We zijn dus onderweg om de Underground te zoeken. Oh, ik zie hiervoor, denk ik. Nee, toch? Nee, dat is bus. Vandaag niet zo erg regen. Kijk. Ah, ik heb geen jas bij me. Gaan we meteen naar de train information. Dat vind ik, informatie vind ik een handig iets. Nou, we zitten in de Underground. Ja. In de Engelse Underground. En we hebben een Profeet, ja. Nou, 9 euro per dag reizen. Maar dan, Londen bestaat uit een aantal zones. 6 zones. En wij mogen tussen 4 zones kunnen wij reizen. En dan kunnen we onbeperkt reizen. Ja. En met de bus trouwens, hè? Ook nog. Ook bij de bus. Dus dat scheelt ook wel. En de trein. En de trein. Ja. Dus dat is wel fijn. Dat scheelt weer geld, hè? Dus, Ja, nu nog even lekker. Hoeveel? Nog 2 stations. 2 stations. En dan gaan we overstappen. En dan moeten we weer uitchecken. Ja, checken weer opnieuw. Allemaal gezeik en zo. Maar dat komt helemaal goed. Als je ergens leuk wil gaan, de toeristen wil gaan spelen, moet je vooral Makan gewoon alles zeggen van nou, regel jij het. Weet je, dat is gewoon echt fucking luxe. En ja, het is ja. Net niet fucking luxe, zeg maar. Als je de achtergrond, dit is dus echt best wel toeristisch hier, hoor. Ja, nou, het is wel gewoon Londen, hè. Ja, kijk, hier is net een moord gepleegd of zo. Ja. Het is afgesloten met politielinten. Ja. En ik heb er zin in. Ja. Weet je, al die auto's die rijden verkeerd, man. Zie je dit? Inderdaad. Jongen. Wel hier de dubbeldekkers, hè. Hey Arifa. Nou, we hadden het er nog over. Hey. Zo, zijn we dan al? Ik ben helemaal klaar. We hebben echt een leuke wijk. We hebben een Lidl, we hebben supermarkten, we hebben telefoonwinkels. We hebben zelfs allemaal soorten restaurants hier en de Subway. Ja. Lekker gezellig. Ja. Hoe zit het? Nee, dit is de luxe voor even de volgende. We zijn er. Er is een airco. Staat er. Je zei dat er wifi was, hè? Ik vermoord je als er geen wifi is. Nee, dat is wifi. We hebben 50. Ja. Ik ben er klaar mee. We gaan nog terug, hè? We gaan dus gewoon even centrum Londen in. Ja. Maar we zijn nu op Westminster. En we zijn dus bij. Waar zijn wij nu? Ja, dicht bij de Big Bang. Big Bang. Big Ben. Big Ben, hè? Big Bang. Big Ben. Maar we moeten nog eventjes wat eurotjes. We gaan even YouTube monies inwisselen. Zo.
Rijke tante. Nou. Oh, hier. Gaat ook boven. Hier. Westminster Abbey. En ja. House of Parliament. Okay. Ja, weet ik. We moesten twee... En 2 kilometer de grond. Ja, ja. Oh my fucking god, het is fucking, fucking druk. Ja. Ja, toch? Echt druk. Ja, ja. Oké. Gaan die overkant? Ja, gewoon zeker. Kijk, die bus hier, hè? Typisch Londen. Ik voel me helemaal geen, toerist. Valt mee. Ja, wat is daar dan? Waarom is het zo druk? Gewoon, het is gewoon druk. Dit is gewoon, ja, centrum Londen. Ja, kijk hier, net de Tour de France of zo. Zie je dat? Ja, hier hoor, kijk, daar komen ze. Tour de France. Maken is gewoon fucking gestoord. Is dat onze Churchill? Ja, ja, ja. Churchill. Weet je wie dat is? Nee. Ga ik je niet uitleggen als je dat niet weet. Winston Churchill, ken je niet? Nee. Oké. Zo. Fucking druk hier. Kijk maar. Hoort erbij, hè? Ja, maak aan. Ziet er wel mooi uit, hè? Een soort van Harry Potter-achtig sfeertje. Daar gaan we morgen naartoe. Ja. Leuk toch? Blijf wel bij dat die auto's verkeerd rijden. Ja, dat is irritant. Want ja. Dan kijk je naar de bestuurder, alleen naar onze bestuurder. Dus er zit er iemand achter het stuur. Ja. Dat is echt heel eng. Kijk die taxi. Volgende stop. Buckingham Palace. Buckingham Palace. Mega druk hier overal. Zo. Op naar Buckingham Palace. Ik wil wel trouwens helemaal echt naar de tigers, maar voor de duidelijkheid. Maken naar dorst. Zie je die hekken? Die zijn duur hoor. Hoezo zijn ze duur? Nou, dat is echt goud tussen. Er zijn echt goud erboven van die hekken. En dat is het plein van Buckingham Palace. Nou, zou ik niet weten. Zou ik wel even moeten googlen of zo is. Je bent een keer eerder hier geweest. Ja. Als de dag van gisteren. Nee, ben je hier geweest? Ja, ik ben hier eerder geweest. Ja, wanneer? Een jaartje of 2-1. Ik denk dat het een of andere fietsdag is, want iedereen is aan het fietsen hier. En zoals je kan zien, om me heen. Misschien dat ik iets gemist heb, maar wel heel leuk om te zien trouwens. Het is echt goud. Zie je dat? Het is wel echt goud. Ik weet het nog steeds niet. Ik ga het eens googlen. Nee, maar hij zegt dat er gewoon even goud op zit, weet je? Gewoon omdat het kan. We lopen net naar buiten hier bij het station. We weten in ieder geval trouwens dat er een beetje een ongeluk gebeurd is hier. Maar we gaan even dus een hapje eten. En volgens mij maken er best wel veel zin in, hè, maken? Oh, ik ga dood van honger. Ik wil kip. Hij wil kip hebben. Dat kan. Ik heb hier een. Wat ik tenminste een kipburger halen met 2 kipwings en patat voor £2.50. Ja. Dus dat, nou ja, dat is €3 of zo, dus zullen we het even grof houden. Pap mee. Dus we gaan even een hapje eten en dan gaan we naar het hotel. Dan gaan we even eventjes echt inchecken. Dan gaan wij... doodvallen op het hotelkamer? Denk ik wel, maar ik denk even alles leeghalen. Ja. Even mijn mobiel weer opladen, even wifi fixen daar. En dan gaan we vanavond nog weg. Ja. Alleen we komen net achter dat we de hele tyfuscent weer moeten rijden. Dus we hebben gewoon 3 keer echt
half uur heen, half uur terug. 3 keer. Hartstikke top. Maar ja, je moet er wat van over hebben. Gelukkig hebben we dus die soort van OV-chipkaart. Dan kan je maximaal 9 pond zoveel geef je uit op een dag. Dus dat valt op zich wel mee. Als waarom nu echt al 20 pond kwijt ja. zal hoor, voor één dag. Dus ja, we gaan even eten. Hier is het eten dingetje. Dus let's go.